Het grootste gevaar bij diarree en braken is uitdrogging. Ouders moeten hiervan bewust zijn volgens kinderarts Marjorie Muringen, voorzitter van de vereniging Kinderartsen. In de afgelopen periode is er een toename van aanmeldingen van kinderen met diarree en braken bij de polyklinieken en de spoedeisende hulp. Muringen zegt dat de arts wel een middel kan geven om het braken te stoppen, echter geldt dat niet voor diarree. Bij het stoppen van het braken wordt ervoor gezorgd dat zo'n kind weer kan drinken wat het uitdrogen tegengaat. Niet doen is lang wachten totdat je merkt van hey, het gaat niet, mijn kind plast niet meer, mijn kind wordt slap en suf, mijn kind reageert niet meer. Dan is het eigenlijk een beetje laat, dat zijn de alarmsignalen en dan rennen we een beetje achter de feiten. Want dat wil zeggen dat het kind dus ernstig uitgedroogd is. Dus op tijd aan de bel trekken, op tijd iedere keer erop letten dat als je kind, stel dat je kind alleen diarree heeft, erop letten dat elke keer als je kind poept, dat je kind laat drinken. En nogmaals, als je merkt dat er eigenlijk een evenwicht komt te verstrijken tussen wat je kind naar binnen krijgt of verliest, dan moet je direct aan de bel trekken naar de huisarts gaan. En die zal dan het kind evalueren en kijken als het kind verwezen moet worden naar de tweede lijn, dat is de kinderarts, om te kijken of die eventueel opgenomen moet worden of met strakkere instructies dat het toch nog wel goed gaat thuis. De vele aanmeldingen van deze gevallen hebben gemaakt dat er nu sprake is van een noodsituatie. Muringen wijst erop dat de druk op de spoedeisende hulp te groot is geworden. Zij kunnen het aantal kinderen die zich aanmelden met deze symptomen niet aan. Er is daarom nagedacht welke posten nog opengesteld kunnen worden, zodat kinderen met deze klachten buiten de polytijden van de artsen daarheen kunnen. En we willen ook in het academisch ziekenhuis ervoor zorgen dat de kinderen naar een andere locatie eventueel gaan in plaats van naar de spoedeisende hulp. Maar u begrijpt, daar hebben we allemaal personeel nodig en het is nog steeds een groot probleem. Er is een enorm personeeltekort, waardoor we dus echt goed moeten nagaan wat is wijsheid. Want natuurlijk de andere kinderen met andere ziektes, die moeten ook behandeld worden. Als je merkt dat je kind diarree heeft, dan is het van belang dat je kind drinkt. Ouders vinden het altijd, zijn altijd een beetje stressend en terecht ook. Als de kinderen ziek zijn en niet willen eten, ik leg ze altijd uit. Als kinderen ziek zijn, willen ze niet zoveel eten. Dat is op zich niet zo'n grote ramp, maar vocht naar binnen krijgen, dat is heel belangrijk. En dan geven de kinderen initieel van wat de dingen die ze lekker vinden. En dan zeggen we of het nou een waterijsje is, kokoswater, Gatorade. In ieder geval de kinderen moeten drinken. En natuurlijk als we merken dat de kinderen zoveel verliezen hebben dat ook een stoornis kan optreden in hun suiker- en zouthuishouding, dan is het wel van belang dat ze dus diosol drinken. Want diosol is dan een goede samenstelling. En hoeveel geef je kind te drinken als je kind 10 kilo weegt? Iedere keer als je kind diarree heeft gehad, geef je kind ongeveer 100 milliliter te drinken. In de medische termen zeggen we dus 10 milliliter per kilo. En dat geef je kind dus iedere keer te drinken. En dan zorg je er zo voor dat je kind niet uitdroogt. Dokter Muringen drukt ouders op het hart om niet te lang te wachten om medische hulp te zoeken. De situatie is al zorgwekkend als een kind binnen een uur meerdere keren braakt. Ze raadt ouders aan om niet met een doodziek kind thuis te blijven zitten. Ze geeft aan dat de medische zorgsector er hard aan werkt om deze situatie onder controle te krijgen, zodat geen enkele Surinamer meer verloren gaat aan deze buikgriep.